Het is zaterdagavond en morgen heb ik wedstrijd. Dus ik ga Brento helemaal klaarmaken voor morgen. Stap 1. Ik maak eerst altijd een mooie verdeling. En stap 2. Allemaal vlechtjes maar. En stap 3. De knotjes. Gezellig met onze twee hondenvriendjes. Voor de wedstrijd heb ik niet zoveel opgenomen, want dan ben ik altijd heel druk met al mijn spulletjes klaarleggen, wit dekje, kijken of mijn knotjes nog goed zitten, mijn witte rijbroek mooi wit houden en natuurlijk om op tijd te zijn voor het losrijden. Nou, dat was allemaal goed gelukt. Alleen het eerste proefje halen we dus een beetje veel spanning. Dat is te zien. En gelukkig kon ik het tweede proefje wel fijn rijden en heb ik daar wel een winstpunt mee gehaald. Voor de niet-paardenmensen onder ons... Voor elk onderdeel krijg je een cijfer en als je gemiddeld een 6 hebt, heb je onderaan 180 punten en dat is één winstpunt. Dit is het protocol van de eerste proef, waarbij ik de oefeningen dus niet netjes heb laten zien. En dat is te zien, want ik heb best wel lage cijfers gekregen. En het protocol van de tweede proef, die ging een stukje beter. Dan heb ik hogere cijfers en een winstpunt gehaald. En daar ben ik heel blij mee, vooral met het stukje... houding en zit, want daar ben ik best wel hard voor aan het werken met lessen en met ruiterfit. En het is fijn als dat eindelijk van een 6 een keer op een 7 uitkomt bij allebei de cijferlijsten. Ik hoop dat jullie dit een leuk filmpje vonden. En dit waren toevallig onderwerpen die de afgelopen dagen voorbij kwamen. Ik ga niet elke dag een vlog plaatsen. Dus als er weer leuke nieuwe onderwerpen zijn of dingen die ik meemaak, dan ga ik het jullie laten weten. Dus als je abonneert, dan... ben je op de hoogte van de laatste filmpjes. Tot de volgende keer!